Bij deze oefening gaan we op de hakken en de tenen staan. We blijven kort in deze positie staan als dit mogelijk is, zodat mensen zo hun balans oefenen. Je kunt deze oefening samen doen als de deelnemer stabiel genoeg staat. Zo niet, gebruik dan een stoel, aanrecht of tafel. Zorg dat deze hoog genoeg zijn. Hou iedere positie een aantal seconden vast, zolang de deelnemer mag dit kan. Je moet goed vasthouden. Blijf ook ja. mooi rechtop. Probeer hem maar hier vast te pakken. Mooi in het midden. Ja, helemaal goed. En dan mag je proberen 5 seconden op de tenen te komen staan. Tel ik mee. 1, 2, 3, 4, 5. En weer terug. Hetzelfde idee, 5 seconden op de hakken. 1, 2, 3, 4. Probeer de deelnemer elke keer uit te dagen door het langer vol te houden. Dit kun je doen door mee te tellen. Herhaal de oefening in ieder geval drie keer. Dit kun je uitbouwen door meerdere sets te doen. Zorg dat je rust neemt tussen de sets. Aandachtspunten voor deze oefening zijn. Doe de oefening mee als dit kan. Probeer de positie een aantal seconden vast te houden. Tel mee om de deelnemer te stimuleren. Herhaal de oefening drie keer. Daarna uitbouwen naar tien keer. De oefening kan zwaarder worden door de hakken en tenen langzaam terug op de grond te zetten. Start met 2 sets en bouw uit naar 3 of 4 sets.